De drukte die u achter mij ziet, dat zijn allemaal bewoners van het district Kommerwijnen die vandaag hun grondpapieren in ontvangst mogen nemen. Door de president Chandrika Prasad Santokhi en de minister van GBB zijn er meer dan 1100 grondpapieren verdeeld onder de bewoners van Kommerwijnen. En uit de meer dan 1100 zijn er 503 mensen die zich online hebben geregistreerd. Waar velen dachten dat de online registratie niet werkte, is dit dus het bewijs dat het online registreren voor een stuk grond wel heeft gewerkt. We voeren u naar het volgende verslag, waar u krijgt de verschillende speeches en ook nog hebben wij dan de beelden van de eerste symbolische overhandiging van de grondpapieren. Vandaag is het een heel bijzondere dag, omdat zo straks uw grondbezitting zult ontvangen. Iets waar u al maanden of zelfs jaren naar hebt uitgekeken gewacht. Eerlijk gezegd heb ik mij ook flink ingespannen. Vaak wat kreeg mensen op mijn kantoor, krijg nog steeds waarbij zij mij vroegen wanneer zij hun grondbezittingen zullen ontvangen. Ik zat dan ook mondvol tanden omdat ik hun dienstzinnig antwoord daarop kon geven. Ik hoop dat zij die hun slippers plat hebben gelopen vandaag hun beschikkingen mogen ontvangen. Vermeld mag worden dat mijnerzijds reeds een prioriteitenlijst is gestuurd naar de ministerie van GBB en deze lijst behelst merendeels namen van die burgers die zo vaak bij mij op audiëntie zijn geweest. De minister heeft haar best gedaan, maar is niet haalbaar geweest om die te bewerkstelligen. Ik vraag de minister dringend toch beleefd aandacht te schenken aan deze lijst, zodat ook die mensen die al jaren vraag hebben lopen hun grondbeschikkingen heel binnenkort mogen ontvangen. Aan de burgers wil ik zeggen die vandaag geen beschikkingen ontvangen, heb nog even geduld, wees een doorzetter en geef de hoop niet op. Bewoners van Kommerwijnen hebben als alle andere burgers zo lang gewacht op hun grondpapieren. Sommigen wachten al meer dan 10 jaar. En ik weet dat u heel erg moe bent. Misaptak u weer van wachten. Ik begrijp dat ook. Maar ik wil u vragen om de moed niet op te geven. De regering Santokhi Brunswijk en ik als minister van GBB en mijn staf, wij werken eraan om de achterstanden in te halen. Wij hebben reeds enkele districten aangedaan, zoals aangegeven door de MC. Dit is vandaag district 6. Voordat u denkt dat alle aanvragen van Kommerwijnen meegenomen zijn in deze eerste uitreiking, haast ik me om u aan te geven dat we maar net een klein deel hebben kunnen afwikkelen. Dus zij die vandaag misschien hier zijn gekomen met de hoop om met een grondbeschikking naar huis te gaan, ik vraag u om niet teleurgesteld te zijn als u vandaag niet in aanmerking bent gekomen. Het ministerie is drukdoende bezig om de achterstanden in te halen. We hebben heel veel stapels daar. Duizenden aan achterstanden, maar wij geven u de zekerheid dat we beetjes bij beetjes alles zullen afwerken. Vandaag zullen er ongeveer 1131 grondpapieren gegeven worden aan de burgers. Ik wil u vragen, net als voor de directeur, de twee DNA-leden eerder hebben aangegeven om uw zaken heel spoedig, eigenlijk Tamarakba, Efiki Sentide, go Tamara direct, naar een landmeter, go naar Centrale Bank, go naar Kroto Kombego Paide Leesjes, Yusa Okish UTW, ga direct morgen naar Gelis om in te schrijven. Zodat Yuno Sorgutak Asanfi verval, bakka dat ik op uw aanvraag bakken om weer zo lang te wachten. Doet uw plichten.
Nou wil ik het ook aanhalen dat uit de 1131 er ook online geregistreerden zijn. Miwan die aan regering, aan president, aan vice-president, aan bikop of aan sandisi. Reden waarom met dat asandisi? Velen hadden geen woord meer. We krijgen zoveel mensen die aangeven, ik heb zo lang geregistreerd, maar we horen niks. Ik heb zo lang geregistreerd, wanneer komen deze mensen aan bod? Maar werkelijk, de regering die staat, En dat zien we vandaag, dat 500 zoveel mensen van zij die rondom gewoon hebben, die zich online hebben aangegeven, vandaag in aanmerking zullen komen voor een stukje bouwkavel. President, bedankt. Ik kan de DNA-leden geruststellen dat er meer dagen zullen volgen voor Komowene. Dit is pas dag 1. Er zullen meer dagen volgen voor burgers van Komowene. Eigenlijk heb ik niet veel meer te zeggen. Ik wil u allen die vandaag een grondpapier zal krijgen, feliciteren. Benut het goed. Als je kies je bereidverklaring, nog een plastificering dat je putte onder je benen. Of plastificering dat je putte in een kassie. Maar doet je plichten. Ik ben zo blij en trots met Komowene vandaag. Men gaat zeggen 1130, maar er zijn er zo weinig mensen hier. In verband met COVID zullen de andere mensen via de mediakanalen online worden opgeroepen om hun stukken op te halen bij expeditie van Domein Kandoor. Ook wil ik benadrukken dat als iemand u belt met een privénummer of whatever, zeg van uw beschikking is bij mij, kom het halen en betaal 1000 US of 2000 US om het te krijgen, rapporteer dat per direct, want dat gaan we niet tolereren. Vandaag is donderdag. De afgelopen 3 dagen hebben wij 3 cases gehad op het ministerie waarbij burgers opgelicht zijn geworden. Eentje van 40.000 SRD, eentje van 21.000 SRD en gisteren nog eentje van 17.000 SRD. Van hieruit wil ik deze oplichters oproepen om te stoppen, want ze zullen allemaal opgepakt worden. En burgers, letten jullie op. Als GBB u niet bel, ga uw geld niet leveren of geven aan iemand. Na lange voorbereiden om de grondbeschikkingen uit te reiken. We hebben dat eerder al gedaan. En Nikeri, en Saramaka, en Wanika, en Para. En we zijn vandaag hier. En laat mij vandaag aangeven hoe we de uitreiking van de grondbeschikking moeten gaan plaatsen. 1. Wij hebben als regering gezegd, ja, elke Suriname moet een stukje grond krijgen. 2. Wat we gezegd hebben, dat alle Surinamers recht hebben op een stukje woning en wij moeten zorg dragen dat die woningen moeten komen. 3. Wat we gezegd hebben, is namelijk dat we alle gronden zichtbaar gaan maken in Suriname, zodat iedereen een stukje grond kan krijgen. En waar staan we vandaag? Vandaag staan we, en we hebben eergisteren dinsdag de meeting op het kabinet gehad met de minister en zijn staf en kabinetsdirecteur en ook de commissie die gaat over grondbeleid. We hebben de online registratie gehad en ruim 70.000 mensen hebben geregistreerd online, maar ook via andere registratie die we binnen gehad hebben van de districtcommissarissen, DNA-leden. En online is het totaal 60.000 mensen. Tweede is, wat je inderdaad hoor, je, jammer ik heb geregistreerd, maar wat is mijn veel micro. Je moet eerst die grond hebben. Het tweede wat we gedaan hebben, alle gronden geïdentificeerd die vrij zijn, domeingronden. En eergisteren hebben we alles gepresenteerd gekregen van alle districten. Nu weten we per district
hoeveel aanvragers er zijn. Nu weten we per district wat ze hebben aangevraagd. Landbouwgrond, tuinbouwgrond of grond voor bebouwing of bewoning. Derde wat we gaan doen, die gronden aanwijzen als agrarisch bestemming of bebouwing, bewoning of tuinbouw. En dan gaan al deze personen een stukje kavel op die gronden krijgen. En vandaag is de eerste groep die geregistreerd heeft online. Die groep, minister heeft wat gezegd, meer dan 500, bijna 700. Zomaar om vin in grondpapier, alleen op basis van registratie. Weet u wat het belangrijke is, mijn mensen? Dat is systeem Airoco. Je hoeft niet te gaan naar schakel nummer 1, in afzoekwaard kabel, in afpij. Hier is een minister dat gaat waarschuwen van zijn actiemoni. Want hoe hou ik dat pijfie? Maar online. En uw aanvraag online heeft vandaag geresulteerd dat u een stukje grondpapier kan krijgen. Dat geeft zekerheid in het systeem. Maar uiteraard heb je geen nieuw grond. Dat tweede vraag ook komt. Zal je doen aan haar bronnen? En we hebben met een paar notarissen gesproken. En die notarissen hebben gezegd, president, waarschuw de man. En waarschuw de notaris toe. En neem het op in die beschikking. Dat al heeft de man kiezen op beschikking. De man op begint te kwam lenen te bakken. En dat groen gaat dat veilig. In een bouw moet je te komen. Dat groen dat ik kan doen, wat Santa Pelek bouw. Je moet de cultuur brengen. Is dit om te speculeren? Is dit om handel te drijven? En we gaan het opnemen, een clausule. Dat die notarissen ook niet moeten meewerken. In een bepaalde periode van 2 jaar. Want je moet het in cultuur brengen. Bij verkiezing van dat nog na een fase om een zomaar kan bouwen. Ik kan bouwen om ze te bouwen. Dan hebben we een registratie. En dan gaan wij, jullie weten al, we hebben een bouwfonds. Dan hebben we een nieuw bestuurder. Dan gaan we geld daarin stoppen. En de wet zegt, je mag daar lenen tegen 5% rente. Zachte lening. Zodat je kan bouwen. If you can bouw. De was dan ook aan bouw. Daar gaat de regering samen met de particuliere sector bouwen. En we gaan over 2 weken alle personen die in de bouwsector zijn, prefab woningen, allemaal uitnodigen. Met de man doen een presentatie. Zodat woning de man kan bouwen. Tegen welke prijs. En dan wordt dat wel openbare inschrijving, zodat de mensen kunnen inschrijven. En we kunnen starten met de woningbouw. Dat naar het traject. Waar we rekening houden met personen die wel kunnen bouwen, personen die niet kunnen bouwen. Aan dat traject na, aan een land die grond, maar particulieren hebben gronden. En particulieren kunnen sneller bouwen dan land die. Dan gaan we een deal sluiten met die particulier. Van hier, als je bouw, dan kan je een passie geven. Als je een passie komt, dan is het bouw bij je grond. En is het bouw bij je zo. Alleen gaan we een deal wel sluiten met die particulier, dat ze wel die kosten van de staat moeten verrekenen door ook gronden ter beschikking te stellen aan het volk van Suriname, zodat we weer burgers kunnen helpen die een stukje grond nodig hebben. Dat na een plaatje voor de regering die zien. Uw naam graag? Selena Wirokromo. Ja. U hebt online geregistreerd, hoe lang terug? Dat klopt, 6 maanden terug, ergens in oktober 2021. Ja. En hoe had u de registratie gedaan? Via uw mobiel, via een computer? Ik had het via mijn mobiel gedaan. En heeft u lang erop moeten wachten? Nou, om eerlijk te zijn, heb ik hem niet echt in mijn hoofd gehouden. Dus toen ik gisteren een telefoontje had gehad, schrok ik heel even. Dacht ik van grondbeschikking.
wanneer heb ik me geregistreerd? En toen ben ik terug gaan denken en dan dacht ik van, oh, dat was in oktober. Dus ja, ik heb echt niet erop gewacht, zeg maar. Oké, dus niet dat u letterlijk zat te wachten van wanneer bellen ze me of wanneer roepen ze me? Nee, ik heb niet erop gewacht. Ik had niet erop gerekend. Ja. En hoe voelt dit moment nu aan om toch je eerste bescheiden te ontvangen? Nou, heel erg. Ik ben erg excited. Heel erg blij ook. Fijn dat ik het heb mogen ontvangen. Dus dan een eerste stap. En ja, ik zal er werk van maken, zou ik zeggen. Zoals de verschillende sprekers dat hebben aangegeven. U gaat nu aan wat verplichtingen nu moeten voldoen. Betalingen en zo. Gaat u dat binnen de vastgestelde tijd doen? Ja, zoals ik heb aangegeven, ik zal er werk van maken. Dus zeker binnen de 6 maanden dat ik dus dan alles in orde breng. Dat zeker. En wat zijn uw plannen met dat stukje grond? Wat wilt u doen? Nou, ik zou erop bouwen voor mij. En ja, mijn meisje later wanneer ze groter wordt. That's it. En staat het geschreven waar het ligt en hoe groot die is? Ik heb het nog niet gelezen, dus ik zou nog niet kunnen weten waar het ligt en hoe groot het is. Maar ik ben blij hiermee. Kunt u het aan de kijkers wijzen? Ja, ja, ik ben heel erg blij ermee. Rachel Breinburg. Ja. Mevrouw Rachel, hoe heeft u de registratie gedaan? Ik had gewoon aan gevraagd, dus op kantoor aan de Prins Hendrikstraat. Ja. Wanneer was dat? 2 jaren geleden, zo, ja. En in die 2 jaren bent u teruggegaan om te vragen hoe het met uw stukken is, of heeft u gebeld? Elke keer moest ik dan daar gaan, dus op kantoor, en dan steeds vragen. Totdat ik gebeld was om mijn bereidsverklaring. En dan had ik dat in orde gemaakt, en dan heb ik mijn beschikking. Ja. Dus u hebt uw toewijzing al gehad, eerder? Ja. En hoe lang terug is dat? Vorig jaar. Ja. Dus nu mag je handelingen plegen op je grond? Ja. Ja. Waar heeft hij om gehad? Lapé, ja. En is het al verkaveld of moet je nog openbreken? Het is al verkaveld. Het is al bewoond en zo. Ik moet het alleen maar ontbossen. Dat, ja. En dan bouwen natuurlijk. En wat betekent dit moment voor u? Ik ben blij. Het is iets dat ik al lang wou. En vooral voor iemand zo jong als ik. Snapt u? Andere mensen hebben 20 jaar, 30 jaar aangevraagd. En ik zo jong, dus het is bewezen dat elke jongere recht hebben op een grond. En het is bewezen dat ik vandaag ook eentje heb gehad. Dankbaar. U bent een jonge dame. Als u, als u een stuk grond zou moeten kopen, zou dat niet lukken op dit moment? Nee, helemaal niet. Nee. Nee. En wat zijn de kosten die u tot nu toe hebt gemaakt? Misschien zo'n 5000 SRD of zo. Want toen moest ik een soort figuratieve kaart maken. Daarvoor had ik 1500 betaald. En dan toen ik mijn bereidverklaring had gehad, had ik iets van 2500 van zelf 3000 betaald. 5000 ongeveer. Okay. En dan nu dit verder. Ja. Ja. En u gaat erop bouwen. Wanneer start u? Ik weet niet wanneer ik ga starten, maar ik ga sowieso iets erop zetten, alvast ergens beginnen. Ja, dus u hebt de oproep gehoord van de verschillende sprekers. Niet gaan verkopen. Ja. Nee, sowieso niet. Nee. Ja. Nee. U gaat erop bouwen dus. Ja, bouwen.